Ongeveer 5 miljard jaar geleden was de aarde. Het heeft meer dan een miljard jaar geduurd, meer dan 10 miljoen eeuwen, voordat deze unieke cel, bron van alle leven, erin slaagde te ontluiken. De zweepdiertjes. De voelvox, eerste waterplant met verscheidene cellen. Verschillende vormen van leven verschijnen in het begin van het Cambrium. Zeekwallen, trilobieten. De schelpkreeft, eerste van de vissen. Meer dan 4 miljard jaar, 40 miljoen eeuwen, zijn voorbij gegaan voordat een voet op vaste grond werd gezet door het eerste in het water en op het land levend wezen, de Ichthyostega. Duizenden jaren volgen elkaar op, terwijl de evolutie der wezens voortduurt en de natuurlijke selectie een rol speelt. Nauwelijks hebben de reptielen zich vrijgemaakt van het water of ze verbreiden zich wijd en zijd over de wereld. De Archaeopteryx, eerste vogel uit de oertijd, begint te vliegen. Volgens Wegener gaat de aarde, voorheen één grote massa, zich splitsen en drijven de continenten af tot hun huidige positie. Voorlopig heersen in de tweede periode de dinosaurussen, met als nakomelingen de krokodillen. En ook de vogels. Dan lijkt het wel of de natuur er behagen in schept merkwaardige probeersels voor te brengen. Zoals het model geblindeerde tank, de stegosaurus. 8 meter lang, 6 ton zwaar. Toch is het een liefje. Vervelend is echter dat deze kolos bestuurd wordt door een heel klein koppetje met hersens ter grootte van een noot. De verschrikkelijke Allosaurus. De natuur is niet zacht voor de zachtmoedigen. Dit is de grotere uitvoering, de Brontosaurus. 20 meter lang, 20 ton zwaar, met nog altijd een heel klein koppetje en hersens ter grootte van een appel. En dat voor 20 ton vlees. Toch is het een kampioen in de categorie zwaargewichten.
Sterker nog is de Diplodocus, die 30 meter lang is en de allergrootste. Toch is hij iets fijner gebouwd met een zweepvormige staart en een zwanenhals. En dit is de kampioen, het grootste beest van het vasteland. De Brachiosaurus, 24 meter lang en 12 meter hoog. Ondanks zijn grootte heeft hij de kleinste herseninhoud. Deze hagedis met armen kan gemakkelijk een gewicht bereiken van 50 ton. Nu enkele legendarische monsters. De Elasmosaurus, iets lichter gebouwd, maar toch nog 18 meter lang. Het lijkt wel het monster van Loch Ness. De Pterandon, de grootste van de vliegende reptielen met 8 meter vleugelwijdte. Wel eens gehoord van een zeeslang? Kijk, de Tylosaurus. Nee, men had weinig mededogen met elkaar in die tijd. Hier een soort eenvormig beest, de Anatosaurus. Hoewel hij minder ambitieus is, vreest deze herbivoor een verandering van dieet echter niet. Maar pas op, de Triceratop duldt niet dat men zich voor zijn nageslacht interesseert. Daar komt het perfecte monster, de griezeligheid zelf, het meest wrede dier aller tijden, de koning Tyrannosaurus. 15 meter lang, 6 meter hoog, 8 ton zwaar en een mond gewapend met 2 geduchte rijen messen. Nee, werkelijk. Men had weinig mededogen met elkaar. De dinosaurussen, die gedurende meer dan 100 jaar geregeerd hebben over de aarde, zullen plaatsmaken voor de kleine zoogdieren. In tegenstelling tot de mastodonten zullen deze knaagdieren zich weten aan te passen aan natuurrampen en aan grote klimaatverschillen. De hele oude, vertrouwde wereld van het tweede tijdvak gaat veranderen en zal verdwijnen. En uit deze natuurramp zal een nieuwe wereld ontstaan. De op bomen levende insectivoren, die ongeveer de grootte van een eekhoorn hebben, zullen de stamvaders zijn van de hoger ontwikkelde aapachtigen die zich zullen vertakken in apen, mensapen en mensachtigen. Men beschouwt deze kleine zoogdieren als voorouders van de aapachtigen. Maar de bewijzen van deze afstamming zijn zeer zeldzaam. Dit is de Plesiadaupus, een knaagdier. Smilodectus, zijn schedel is omvangrijker, de oogholten groter. Egitopithecus, de schedel komt omhoog, het gezicht wordt platter. En de Pliopithecus, dit is al een mensvormige aap, zoals we kunnen zien. Dit wil zeggen, laten we wat te eten zoeken. Het recht van de sterkste. Zie daar, de strijd om de macht begint zich af te tekenen. Welaan, de natuurlijke selectie vindt plaats. Dit wil zeggen, dit hier is mijn territorium, begrepen? De overmacht van de man lijkt al betwist te worden. Door gebrek aan voedsel moesten ze het bos verlaten en trokken naar de gevaarlijke open vlakte.
Dit is jou. De ontwikkeling van de mensvormige aap tot mensaap zet zich voort. In duizenden jaren volgen vele soorten grote mensapen elkaar op. De Kenyapithecus, 1,20 meter groot. Ramapithecus, 1,30 meter. Australopithecus africanus, 1,50 meter. Australopithecus robustus. Hij evolueert en wordt handiger, staat rechterop en de inhoud van zijn hersenpan vergroot zich van 450 tot 660 kubieke centimeter. Dit is Oldowe in Tanzania, in het hart van Afrika, waar ze in die tijd woonden. Het is er werkelijk paradijselijk en er is een overvloed aan diersoorten. Deze robusten zijn vegetariërs. Een handig werktuig. Toch komt het idee om het te bewaren nog niet bij hem op. Een miljoen jaar geleden.